7 beeldhouwers uit Nuenen hebben in het weekend van 13 en 14 april hun meest recente werk aan het publiek laten zien. Deze Nuenense amateurkunstenaars zijn alle 7 lid van het beeldhouwerscollectief De Vresselse Beeldhouwers. Dit collectief bestaat uit geschoolde kunstenaars, autodidacten, mensen met veel ervaring en beginners. En samen met 25 andere leden van het beeldhouwerscollectief hielden zij dit jaar weer hun 2-jaarlijkse expositie. Meer dan 100 beelden waren te zien in de prachtige bostuin op het landgoed Zwijnsbergen aan de rand van Breugel. Tijdens de expositie konden de bezoekers ook kennis maken met de kunstenaars en met hen van gedachten wisselen over het beeldhouden. Een zeer arbeidsintensieve kunstvorm.